Niet alleen het bedrijfsleven worstelt met de transitie naar een duurzame samenleving. Ook de politiek neemt maar moeizaam stappen. Dat vindt tenminste het Wereld Natuurfonds. Ze schreven een brandbrief aan informateur Hamer. Het WNF is bezorgd dat de biodiversiteit niet op de politieke agenda terechtkomt. En ik praat erover met drie mede-ondertekenaars van die brief. Oud-minister van Infrastructuur en Milieu van de VVD, Melanie Schultz van Hagen, welkom. Oud-fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek. En oud-partijleider van D66 en oud-minister van Economische Zaken, Jan Terlouw. Meneer Terlouw, laat ik met u beginnen. Welkom alle drie trouwens. Wat vond u van de discussie over Shell? Hoe luistert u daarnaar? Heel interessant. Ik zit met een beetje een dilemma. Persoonlijk vind ik meestal dat aandeelhouders zich niet moeten bemoeien met de strategie van een bedrijf. Maar in dit geval vind ik het natuurlijk heel prettig om te horen dat aandeelhouders zeggen: Shell, doe het goede. En dat het werkt ook kennelijk. En dat het ook kennelijk werkt in dit geval. Dus dat vind ik heel fijn om te horen. Ja. Bram van Ooyek, zelfde vraag. Ja, Volodis doet heel goed werk, hè? Nika heeft dus heel veel succes. Maar als ik luister, dan denk ik ook wel van: kijk, die energietransitie die is zo belangrijk. Die moet je niet aan bedrijven en hun aandeelhouders overlaten. Hier moet ook de overheid natuurlijk een belangrijke rol spelen om Shell in de richting te sturen waarvan we vinden dat ze op moeten, door CO2 uitstoot duurder te maken, door kaders te stellen hoe snel je moet reduceren met je CO2-uitstoot. Dus heel belangrijk, maar niet voldoende. Het kabinet, een nieuw kabinet, zou daarop moeten gaan zitten en er iets aan moeten doen. Ja, een nieuw kabinet. En de politiek in het algemeen. Hè. Kijk, als we echt zeggen, die energietransitie waar we het over hebben, die is zo van wezenlijk belang voor iedereen in Nederland, dan mag dat nooit, hoe goed deze groep ook bezig is, een kwestie van aandeelhouders en bedrijven alleen zijn. Dan moet ook de politiek, de burger, daar invloed op kunnen uitoefenen. Zelfde vraag aan u, Melanie Schultz van Huijen. Nou, het is en, hè. Je hebt verschillende rollen. Dus bedrijven moeten gewoon transparant zijn, accountable. Die moeten laten zien wat ze doen om die transitie te maken. En de overheid heeft een ander type rol. Hè. Dus aanscherming van de regelgeving. Zorgen dat je soms first launcher bent. En je krijgt geen elektrische auto als je niet eerst laadpalen hebt. Nou, dat doet een overheid vaak. Dus je hebt gewoon verschillende rollen. Je moet het allemaal doen. U werkt tegenwoordig als directeur van een fonds van de Brenninkmeijers. Hè? De familie in Nederland die veel geld heeft en dat ook voor een deel aan goede doelen geeft. En nu begreep ik, meneer Van Baal, dat u Volodis door hen gesteund wordt. Hè? Financieel, klopt dat? Ja, door Laudes. Dat is een tak van de family office van de Brenninkmeijers inderdaad. Dat is een van de andere filantropieën. Ja. Merkt u ook in uw wereld van goede doelenorganisaties dat dit doel van Volodis dat steeds belangrijker begint te worden? Ik denk dat alle bedrijven zich op dit moment afvragen, niet alleen waar staan we voor, maar ook wat doen we zelf nou eigenlijk? En in de verschillende aspecten proberen ze dat ook goed te doen. Dus business as a force for good is natuurlijk een term die steeds vaker gebezigd wordt. En dat geldt ook voor de bedrijven hier. Ja, laten we het hebben over de brief van het Wereld Natuurfonds die u alle drie ondertekend heeft en velen met u. Biodiversiteit in Nederland. Meneer Terlouw, ik had een keer het voorrecht om in uw prachtige tuin rond te lopen, te wandelen voor een interview met u. Wat merkt u eigenlijk in dat prachtige landgoed waar u woont van het verdwijnen van de biodiversiteit? Merkt u er iets van? Nou, ik woon daar nu ongeveer 30 jaar. Ja. Ik zie geen fazanten en patrijzen meer praktisch. Ik zie veel minder zwaluwen. Ik zie minder insecten. Ik zie meer marters en ik weet dat er meer dassen zitten. Ik zie gaatjes die ze graven enzovoort. Er is heel veel in die 30 jaar heel veel veranderd. Maar is het verandering ten gunste van wat u zegt, de marters en de dassen en prima, die komen erbij en anderen die verdwijnen? Of ziet u dat het verschaalt, het aanbod van insecten, vogels, etc.? Ik vind dat het verschaalt aan vogels en zo. Ja. En die roofdieren, oké, die worden beschermd en dat is ook goed. Maar die zullen natuurlijk ook een reden zijn dat er geen fazanten meer zitten. Want die roofdieren pakken ze. Ja. Ja. Meneer Van Ooyek, wat doen we fout in Nederland als het gaat wereldwijd natuurlijk, maar laten we ons concentreren op Nederland. Als het gaat om de biodiversiteit, waar gaat het fout? Nou ja, waar het volgens mij fout gaat, is dat we proberen steeds uit te stellen dat we keuzes moeten maken. En soms ook pijnlijke keuzes. Hè. We willen natuurlijk toch nog steeds een beetje alles tegelijk. We willen wereldleider zijn bij de export van vlees.
We willen de A27 verbreden, maar ook de Amelis Weert behouden. We willen de CO2-uitstoot verminderen, maar ook meer vliegen. En ik denk, hè, we gaan het straks misschien over die kabinetsformatie hebben, dat we zijn op een punt aangekomen dat we lang genoeg volgens mij over de doelstellingen hebben gepraat. Mm-hmm. Maar dat we nu het eens moeten hebben over de soms pijnlijke keuzes die we moeten maken om die doelstellingen daadwerkelijk te bereiken. En dat vinden we moeilijk. En daarom gebeurt er zo weinig. Ik zit er wel wat anders in. Kijk, je moet dat vermoed ik al. Je moet op een aantal punten moet je natuurlijk zeggen dat dingen niet kunnen. Maar nee. Het mooie juist van zo'n onderwerp als biodiversiteit is, klimaat gaat niet alleen maar over wat je niet mag. Maar het gaat ook heel erg over ecosystemen. Want ecosystemen spelen ook weer een rol in het herstel wereldwijd. Dus als je ook weer meer gaat investeren in het goed maken van die ecosystemen, dat is veel meer een positieve actie in plaats van te zeggen wat je niet mag. Daarnaast kijk naar nieuwe technologieën. Zoals Shell ook zegt, we moeten gewoon kijken wat kunnen we als alternatief gaan bieden. Die combinatie van investeren in een positieve ontwikkeling met nieuwe technologie is eigenlijk veel leuker dan maar zeggen, ja, het mag niet meer. Ja, maar positieve acties zijn we allemaal voor. Dat is ook helemaal niet moeilijk. Hè? En ik garandeer u, als we straks aan de formatietafel zitten, wie er dan ook zitten, die positieve actie, die komt er vaak wel. Hè? Want dan doen we nog wat extra geld, of we doen nog een extra. Maar het gaat juist, helaas, zou ik bijna zeggen, om soms ook hele moeilijke keuzes. En dan zou ik zeggen, kijk nou eens goed, bijvoorbeeld, naar de verbreding van de A27. Is dat nou nog wel nodig? Komt er nou zoveel extra verkeer de komende jaren dat we meer asfalt moeten aanleggen? Dat gaat ten koste van Amelis Weert, van biodiversiteit in het bos. Maakt u uw rijtje even af. A27, verbreding wat u betreft niet nodig. Vliegveld Lelystad. Wat zegt u, meneer Terlouw? Moet dat vliegveld dicht? Nee, dat moet er helemaal niet komen. We moeten minder vliegen. Ja. En dan moet je geen nieuw vliegveld Schiphol gaan over. Uitbreiden of terugschroeven? Nee, dat moet minder gebruikt worden. Er moet minder gevlogen worden. We kunnen niet naar het oude terug, straks na de corona. Ik ben het zo niet eens met beide heren. Nee, maar dat verbaast ook niks. U was natuurlijk minister ook in een verleden op dat departement. Ja. En u bent betrokken geweest bij Schiphol, bij Lelystad. Maar vertelt u... Niet alleen daarom omdat ik betrokken was. Waarom bent u het niet eens? Nou, wederom. Kijk, de discussie kan gaan over auto's zijn vies. Maar we zien auto's die verschonen inmiddels. Hè. Je hebt emissieloze auto's. Je moet kijken, wat is het probleem? Uitstoot is het probleem. En niet het gebruik zelf, het vervoer zelf. Een weg verbreden, hebben we de afgelopen jaren bewezen, dat we dat prachtig kunnen doen door weer ecosysteem te herstellen. Dus door weer EHS-gebieden te verbinden. EHS? Dat zijn de ecologische hoofdstructuren die door de wegen vroeger gescheiden werden. En als je nu gaat verbreden, dan zeg je, nou oké, laten we dat doen. Dat is nodig om mobiliteit te versterken. En tegelijkertijd gaan we ook die systemen weer versterken. Wat ik gedaan heb als minister, bijvoorbeeld met ruimte voor de rivier. Het ging over waterveiligheid. Gaan we nog hogere dijken bouwen? Nee, we zijn de rivieren gaan verbreden. We laten weer meanderen. Komt weer natte natuur bij. De heer Van Ooyek die zei, ja, dat is makkelijk, die goede, de positieve dingen. Nee, die zijn het moeilijkste. En weet je waarom? Ja. Omdat het is allemaal verspreid over de ministeries. Het is allemaal korttermijn beleid. Ja, maar dat onderschat ik niet. En hè? Ik geef ook even Van Ooyek Kijk, ik onderschat niet dat dat allemaal best wel praktisch moeilijk is om dat te organiseren. En dat is hartstikke goed dat dat is gebeurd. Ja. Alleen, ik denk dat we moeten vaststellen dat de biodiversiteit niet alleen in de tuin van meneer Terlouw, maar wereldwijd achteruit gaat. Ja. Daarom zitten we hier en daarom hebben we die brief ondertekend. Ja. Dus we doen kennelijk iets niet goed of we doen iets niet voldoende. Of we maken te weinig keuzes. Nou ja, dit is wel naar Frans, want u heeft allemaal die brief ondertekend. Ja. En toch heeft u debat over hoe je daar moet komen. Meneer Terlouw, u bent hier wat mij betreft de wijze man aan tafel. Dit onderwerp heeft altijd hoog op uw agenda gestaan. Ja. Al voordat iemand ermee bezig was. Wilt u ons wegwijs maken in het debat tussen de twee hier? Als ik praat met een meteoroloog of met een geoloog of met iemand die zich met de zeeën bezighoudt en in de zeeën met de vissen of met de koraalriffen. Als ik met mensen praat die zich met woestijnen bezighouden, of dat nou in Afrika is of in Californië. Als ik praat over mensen die kijken naar het ijs, of dat nou is op het vasteland of Antarctica of in de zee in de Noordelijke IJzer. Allemaal zijn ze dodelijk ongerust. Je kon van de week in de Volkskrant lezen, en het was op grond van een onderzoek, dat het uitsterven van de zoetwaterlevende wezens gaat sneller, stond daar op grond van onderzoek, dan het gebeurde in de tijd na de dinosaurussen, toen die grote uitstervings
actie bezig was. We gaan verkeerd en onzorgvuldig met de natuur om. En we zien maar een klein deel. En die wetenschappers moeten diep kijken om te zien wat er precies aan het gebeuren is. Maar de biodiversiteit neemt zo af. Het is nog maar 30% in Nederland van wat het was in 1900. Maar het debat hier aan tafel gaat erover. Mevrouw Schultz van Hagen zegt, door innovatie redden we het wel. En u zegt beide eigenlijk in koor, nee, dat is niet waar. We moeten anders gaan leven. Veel dieper kijken. Ja. Maar ik zeg dat niet alleen, hè, door innovatie redden we het wel. Ik zei ook, verbod is belangrijk, maar het is veel belangrijker om te kunnen investeren in het herstel. En dat is veel complexer. En waar je natuurlijk maar 4 jaar begroting hebt, is het heel complex om zo'n langetermijn vraagstuk als klimaat heel goed aan te kunnen pakken. Ja. Dus als ik kijk naar ons eigen, mijn vroegere ministerie, waar je een infrafonds had en een waterfonds, waar langetermijn investeringen vanuit gedaan werden, vraag ik me af of het nu niet tijd is om een klimaatfonds te maken, waardoor je die langetermijn investering kunt gaan doen over regeringen heen. Want het moet eigenlijk niet meer politiek zijn. Je moet gewoon met elkaar en in één hand. Dus weer die ministeries, ruimte, verkeer, landbouw, natuur bij elkaar. Goed punt wat u daar maakt, maar het is natuurlijk wel politiek. Meneer Van Ooyek, u begon er al over. We zitten midden in het bij elkaar knutselen van een kabinet wat heel erg traag gaat. En wat wij begrijpen is dat de VVD eigenlijk niet zoveel zin heeft om met uw partij GroenLinks in zee te gaan. Ja, ik hoor ook wel eens geruchten in die richting, ja. Nou, het is wel wat meer dan geruchten, hoor. Ze hebben er echt geen zin in, geloof ik. Maar goed, tenminste, tenzij u nu zegt van ik ben dol op GroenLinks. Oh, ik heb met zoveel verschillende partijen in regeringen gezeten. Dat maar nog nooit met GroenLinks. Maakt u niet uit. Altijd, nee, je vindt altijd een modus. Maar volgens mij, dit onderwerp zou je niet zo politiek moeten maken. Nee, maar het is natuurlijk, ik begrijp wat u zegt, maar een nieuw te vormen kabinet, daar gaat die brief over. Kijk, gaat het kabinet wat er komt hier iets mee doen? Wat vindt u? Wat is de ideale opzet? Het zou misschien mooi zijn als het niet zo politiek was. Hè? Maar ik weet zeker dat op het moment dat de reductie van de veestapel, hè, waarvan ik denk dat je daar niet aan ontkomt. Mm-hmm. Als je de stikstofdoelen, hè, waar we het wel weer dan misschien over eens kunnen worden wilt halen, dan zul je, en sommigen zeggen 50%, de anderen zeggen 40%. Kijk, dat is een pijnlijke politieke keus. En dan denk ik dat het CDA veel minder enthousiast daarover zal zijn dan D66 en GroenLinks. Dus dan heb je, of je dat nou wilt of niet, het is natuurlijk superpolitiek. Het is een van de allergrootste politieke vraagstukken die we op dit moment in de politiek op ons bordje hebben. Daarom kom je niet aan. Ik weet hoe ingewikkeld het is en hoe moeilijk. En ook dat iedereen zijn eigen stokpaardjes heeft waar hij niet aan zou willen komen. Maar nu in de stikstofdiscussie heb je ook gezien uiteindelijk dat snelheid teruggebracht kan worden als het nodig is. Hè? Dus de kilometersnelheid. Dat er aan de landbouwkant ook zaken gebeuren. Het is nog lang niet goed genoeg. Vandaar hoeveel tijd hebben we nog, denkt u, op basis van wat u gelezen heeft? En Paris Agreement zegt natuurlijk niet meer dan de 10 jaar hè, die we hebben om überhaupt die omkering te krijgen. En om dat te kunnen doen, moet je echt heel hard werken. Meneer Terlouw, ik moet het u toch vragen. U heeft meegedaan aan kabinetsformaties, u heeft in kabinetten gezeten. Welke coalitie heb je nu nodig om dat onderwerp dat u alle drie in het hart gaat, om dat vooruit te krijgen? Waar moeten we het zoeken? Ik denk dat het zeer verstandig zou zijn om Partij van de Arbeid en GroenLinks erbij te betrekken bij een nieuw kabinet. Er moeten zulke fundamentele dingen worden gedaan. Het Internationaal Energieagentschap van de week adviseerde Shell, zoek geen nieuwe olie meer. Zoek geen nieuwe steenkool meer. Want er moet een hele nieuwe samenleving komen. Moet je eens nagaan. Hebben we in 150 jaar een wereldwijde infrastructuur gebouwd van olie. Je kunt in het kleinste dorpje in de wereld een liter benzine kopen voor een redelijke prijs of olie. Dat moet stoppen en dat is nogal wat. Er moet dus een wereldwijde infrastructuur van duurzame energie komen. Daar heeft de politiek natuurlijk heel erg mee te maken op allerlei gebieden. En dan moet je een breed kabinet hebben met zoveel mogelijk partijen die... Ja, dat is wat u voorstaat. Dus u zegt CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, hou je hand vast. Voor zijn. Ja. Neem elkaar in de arm en dan kun je dit... En doe het samen. Doe het samen. Ja. Mijn ervaring met hele brede kabinetten is dat die niet altijd even slagvaardig zijn.
Dus volgens mij gaat er echt om dat de huidige partijen die er zitten ook gewoon de verantwoordelijkheid nemen. Als je kijkt naar de partijprogramma's, zie je ook dat ze een stuk groener geworden zijn. Ook aan VVD-zijde. Alle international agreements. Sorry dat ik u onderbreek, maar zegt u van hou gewoon die coalitie die er nu zit met de ChristenUnie. Die moeten maar even terugkrabbelen en hun bezwaren naar... Voor zover dat lukt. Ook omdat er ook andere problemen op tafel liggen. We praten straks over... Dat is een beetje oude wijn en nieuwe zakken, wat u zegt. Nou ja, ik ben heel erg voor dat partijen langer blijven zitten. Omdat je dan ook beter verantwoordelijkheid kunt gaan nemen. En ook gaan afmaken wat je doet. Dat geldt voor de klimaatkant, dat geldt voor de COVID. Het stikstofbeleid, hè? Krijg je dat er voor elkaar? Het stikstofbeleid moet ook lukken. En dat geldt ook voor de problematiek die we natuurlijk nu hebben door COVID. Of straks moeten er natuurlijk weer allerlei handelingen om de economie weer op gang te brengen. Steeds nieuwe partijen leidt nou niet echt tot stabiliteit. Meneer Van Ooyek, dat is natuurlijk een belangrijk signaal. Want dat komt van de VVD, grootste partij. 2 miljoen stemmen heeft Mark Rutte gekregen. En wat ik al zei aan de voorkant, u hoort het gerucht ook. Uw partij is toch niet gewenst in zo'n coalitie. Ondanks het feit dat u zo leuk groen bent. Ja, maar de VVD is weliswaar de grootste geworden. Maar gaat er niet alleen over. Ja. Hè? Er zijn ook nog andere partijen die groot zijn en die invloed zullen hebben. En die denken er anders over. Hè? Meneer Terlouw zei net al, een kabinet met PvdA en GroenLinks. En CDA en VVD. Denkt u dat Sigrid Kaag de voorvrouw van D66 cruciaal wordt in deze onderhandelingen? Zij heeft steeds gezegd, ik wil graag zo'n progressief mogelijk kabinet. Hè. Zij heeft zich ook recentelijk over diezelfde samenstelling van 5 partijen uitgelaten. En ook de leiders van PvdA en GroenLinks hebben gezegd van we zouden een zo progressief mogelijk kabinet, daar zouden we heel graag aan willen meewerken. En ik denk voor het probleem waar we het vandaag over hebben, he, dat we nou niet kunnen zeggen dat het kabinet dat er de afgelopen 4 jaar heeft gezeten zo'n goede track record heeft. He, dat we zeggen, nou, we geven ze nog 4 jaar. Ik geloof dat dat voor de biodiversiteit in Nederland niet de beste oplossing zou zijn. Slotwoord voor meneer Terlouw. Wat is volgens u, denkt u, de beste samenstelling, zo breed mogelijk kabinet? Ja. En denkt u dat de demissionair premier ook dit onderwerp van belang acht om hier iets aan te gaan doen de komende jaren? Ik denk dat hij wel langzamerhand begrijpt dat er echt iets fundamenteels moet gebeuren. Ik heb wel een beetje probleem ermee dat een minister-president die er al zo lang zit en toch behoorlijk wat fouten heeft gemaakt de laatste tijd, of die dat nou weer moet leiden. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar ik zou het een probleem vinden als ik nog partijleider was. U zegt, maak een schoon schip. Ja, ik vind dat zorgelijk. In mijn tijd, in onze tijd, kon de minister zich toch niet veroorloven om de Kamer niet goed voor te lichten. Hè? Dat ging toch niet in die tijd, dan zo'n minister verdween. En dat geldt ook voor mijn eigen partij, hoor. Dus ik weet het niet, maar goed, ik ga daar niet over. Maar als het gaat over de politieke samenstelling, ben ik heel erg voor dat links meedoet. Ja, want de problemen zijn problemen die links beter begrijpt dan rechts. Aldus, meneer Terlouw, dank u wel voor uw komst. Ook meneer Van Ooyek en ook mevrouw Schultz van Haken. Dank u wel, alle drie. En u deelt in ieder geval de handtekening onder de brief van Daar ging het om van het Wereld Natuurfonds. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.